Weet u wat belangrijk is? Het verhaal van uw leven bewaren voor de generaties die na u komen. Wat zouden die van u willen weten? Voor de generaties die na u komen. Wat zouden die van u willen weten? Wat die generaties willen weten is wie u bent. Wat u gelukkig maakt, wat u treurig maakt, hoe uw leven is verlopen. De school, misschien een huwelijk, kinderen, een betrekking, een bedrijf en hoe dat voor u voelde. En uw lievelingskleur, wat u graag eet en wat u verafschuwt. Uw normen en waarden, wat u de zin van het leven vindt. Is er een God of niet? Allerlei grote en kleine levensvragen, allerlei dagelijkse dingen, alles bij elkaar, dat hele pakket die je maakt tot wie je bent. En als u nu denkt, ja, maar hoe begin je zo'n levensverhaal? En moet je dan hoofdstukken maken? En hoe werkt zoiets? Dan heb ik goed nieuws. Ik geef een gratis workshop op zondag 27 oktober. En u bent van harte welkom. Maar u bent gewaarschuwd, want daarna kunt u en wilt u aan de slag. Dus leg potlood, pen en papier klaar. Want we gaan ook met de hand schrijven. Dat verklap ik alvast.